Hallo, ik ben Thomas van Benzing en vandaag wil ik je laten zien hoe je de speedantennes op je Benzing M3 kunt testen. Zodra de klok is aangesloten op de stroom en op de speedantennes wordt het systeem gestart. Klik eerst op de blauwe homeknop in de linkerhoek en klik vervolgens op instellingen. In het menu systeeminformatie zie jij de aangesloten apparaten met wat extra informatie over status, software en hardwareversie, serienummer van aangesloten apparaten en belangrijk de spanning van de aangesloten antenne. Laten we de antennetest starten. Om de leesafstand te controleren, ga je verder en selecteer je antennetest. Neem een van je Benzing Pro chipringen en houd deze boven de speedantenne. Op het scherm zie je de geteste velden die groen zijn gemarkeerd. Door de chipring op het neer te bewegen kun je ook de leesafstand testen. Kent je onze antennetester? In plaats van één Benzing Pro chipring kun je ook gebruik maken van onze speciale Benzing antennetester. Houd de tester gewoon over de velden zoals je eerder deed met je Benzing chipperings. Een geweldige functie is het knippende licht in het midden dat de signaalsterkte van het veld aangeeft door op en neer te bewegen. Dit is een fantastische hulpmiddel dat je niet mag missen in je rok. Het kan worden gebruikt voor alle Benzing Speed antennes en Benzing M1 en Express G2 klok. Let op, er is geen extra batterij nodig voor deze antennetester en nadat je met succes al je speed antennes in je rok hebt gecontroleerd. Ga je lekker zitten en open je een fles mee.